Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerplaza.nl. Nederland lag er vanochtend nog behoorlijk zonnig bij. Alleen bij de Waddeneilanden zie je een wit gebiedje. Dat is een zware bui die daar langzaam de Noordzee optrok. Verder de meeste wolken boven het zuiden van Duitsland en het Alpengebied. En juist in dat Alpengebied is het heel slecht weer. Warme, vochtige lucht beweegt die kant op en hoger in de atmosfeer komt de koude lucht van die kant op. En dat zorgt er samen voor dat de atmosfeer zeer vochtig en zeer onstabiel is. En daardoor valt er erg veel neerslag vandaag en morgen in delen van het Alpengebied. Lokaal kan het zelfs oplopen tot boven de 150 mm. Forse hoeveelheden daar dus. Bij ons trouwens ook nog steeds kans op lokaal veel neerslag. Maar dat is dan echt een enkele hoosbui die hier en daar gaat vallen. Je ziet in de loop van de dag al dat we meer bewolking kregen. En uiteindelijk kwamen er vanuit België ook steeds meer buien aan. Buien met onweer. Enkele keer ook hagel. Op de modelvelden zien we dat terug. Vanuit België komen de buien over ons land trekken. Af en toe zitten daar felle pitten bij. Dus lokaal veel neerslag. Morgen opnieuw een wisselvallige dag bij ons. En eigenlijk geldt dat voor een groot deel van Europa. Pas zaterdag zie je dat de nattigheid een beetje wegtrekt. Het lage drukgebied is dan in de buurt van Finland aangekomen. En heeft dan een route gemaakt over een groot deel van Europa. En met het wegtrekken van het lage drukgebied gaat in het weekend bij ons dan gelukkig weer de luchtdruk stijgen. En daardoor wordt het ook bij ons geleidelijk beter weer. Maar vanavond moeten we gewoon de paraplu nog bij de hand houden. Zeker in het zuiden en oosten van het land. Daar is de kans op een paar stevige buien het grootst. In de rest van het land overheerst het droge weer wel. Maar een enkele bui is ook daar mogelijk. Halverwege de avond is het ongeveer 17 graden. En dan komende nacht, dan neemt de buigheid langzaam weer toe. Enkel klapje onweer is ook nog eens mogelijk, minima rond 13 graden. En ook morgen overdag moeten we rekening houden met stevige buien en lokaal onweer. De meeste buien, de meeste regen verwacht ik in het zuiden en oosten van het land. Laten we zeggen grofweg in dat gebied. Daar kan het fors regenen van tijd tot tijd. In het westen en noorden is het allemaal wat minder nat. En we zien een noordwestenwind staan. En die noordwestenwind gaat in de loop van de dag koelere en drogere lucht brengen. En dan wordt het eerst droog in de westelijke provincies. En daar komt dan ook meer zon bij. Dus morgenmiddag in Noord-Holland en op de Waddeneilanden, Zuid-Holland, duidelijk beter weer. Terwijl het in het oosten en zuidoosten nog lang wisselvallig is. En daar kan echt flink wat regen vallen. 30, lokaal misschien zelfs 50 mm. Maar dat is allemaal morgen. Dan gaan we naar het weekend. Nou, de zaterdag ziet er ook nog niet al te best uit. Nog steeds die wind uit het westen tot noordwesten. En daarmee aanvoer van wolkenvelden en enkele buien. Af en toe breekt ook de zon door. Maar ja, ik heb een beetje het gevoel dat die dag echt gaat tegenvallen. 17 tot 20 graden. Maar dat wordt echt moeizaam om die waarde te halen. Zondag lijkt de kans op neerslag heel klein te worden. Dus een vrijwel droge dag. Nog wel de noordwestenwind, geen hoge temperaturen, tot ongeveer 17 graden, maar wel geregeld zon, dus de vaderdag ziet er heel aardig uit. En na het weekend wordt het dan beter weer. Maandag draait de wind al naar zuidwest, 19 tot 22 graden. En kijken we wat verder vooruit, dan zien we dat de temperatuur duidelijk oploopt. We komen 's middags tussen de 20 en 25 graden uit. Daarbij schijnt de zon geregeld, maar houd wel rekening met een enkele bui. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.